Welkom bij onze kerstuitzending van Zorg in de Regio. Deze keer geheel opgenomen bij locatie Beum in Dorst. In deze aflevering laten we alle partners van het afgelopen jaar nogmaals de revue passeren. En om op creatieve wijze de zorgzame verbindingen te versterken, hebben wij ze aan het werk gezet. Nou mannen, jullie zijn de jury. En jullie gaan vast heel streng jureren. Waar gaan jullie op letten? Vooral op het gebruik van verschillende kleuren en natuurlijk creativiteit. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En wat vind je dan van creativiteit? Wat is creatief voor jou? Ik denk dat de normale kerstdingen bijvoorbeeld toch wel een beetje... Het is altijd leuk om te tekenen, maar bijvoorbeeld een eigen draai eraan te geven, dat is toch wel een creativiteit voor mij. Nou, dat vind ik een heel duidelijk antwoord. En waar ga jij op letten vandaag? Ik doe heel streng vandaag. En zijn kleurtjes belangrijk dan voor jou? Ja. Welke kleur vind jij het mooiste? Rood, dat is mijn lievelingskleur. Ja, en rood is ook wel een beetje van kerst, hè? Ja, en van je lippen. En van je lippen, klopt, klopt. En dan gaan we naar deze kleine man. Waar ga jij op letten vandaag? Ook vooral de creativiteit en vooral ook de kleuren. Vooral ook de kleuren. En van welke kleur houd jij dan? Het is eigenlijk wel... Ik hou van blauw, goud, zilver. Ja, zilver, dat zie ik aan je pak. En rood. Ja, die kleur. Nou, ik ben benieuwd, want volgens mij is het een hele zware taak dat jureren. Ik wens jullie alvast heel veel succes zometeen. Druk bezig, of niet? Ja, we werden zomaar ineens verteld dat we moesten gaan schilderen in 5 minuten. Dus stress alom. Ja. Ik heb net, als ik jullie een tip mag geven, ik heb net heel even de jury gesproken. Want die zijn natuurlijk wel heel streng. En ze gaan letten op creativiteit. Ah. Volgens mij zijn we niet de enige kerstboom, dus dat wordt nog een uitdaging zo meteen. Wat zou er dan nog voor iets creatiefs in kunnen? Daar moeten we even over gaan brainstormen, denk ik. Wij gaan het maken. Jury is jong, dus wat vinden jonge juryleden nou belangrijk? Creatief, in ieder geval cadeautjes die gaan erin. Het is nog niet heel origineel, maar dat komt nog wel. Ook kleur. Heel veel kleur. Nee, kleur en creativiteit. Ga daar maar eens iets leuks van maken. Succes, ik kom straks nog even terug bij jullie. Je ziet er al mooi uit, hè? Ja, steeds. Kijk, kerstboom, jullie weten het al gelijk. Het bedrijf moet erin. Ja. Nou, Avans Hogeschool, hoe wilt u dat in het creatieve brein gaan verwerken? Ik dacht creatief om Paro te gaan schilderen. Die is voornamelijk wit, dus dat scheelt. Dus een Paro is onze zorgrobot. Dus die is een beetje het logo, het talisman voor ons technologielab. Dus daar gaan we een poging toe doen. En u heeft een voorbeeldje of dat kunt u uit uw hoofd? Nee, daar heb ik wel een voorbeeldje bij nodig. Ik zal hem even laten zien. Nou, heel veel succes ermee. Janneke, hè, de Paro die wordt erin verwerkt. Groenhuizen, hoe laat je die terugkomen? Of het zorgeloos wonen? Ik ga eerst even wat lichtjes in de boom zetten, want anders... hier komt de ei van Dynamico. En dan ga ik even nadenken over het logo. Maar ik denk dat ik gewoon het huisje erin zet. En dan moet ik even opzoeken welk kleurtje het ook weer waren. Mooi kersthuisje. Ja, kersthuisje. Ja. Nou, veel succes. Ik zie de ei inderdaad. Kom ik heel even naar deze kant. Mooie kleur gekozen. Ja, onze huiskleur, hè? Onze huisstijl. Een dynamische piek. Wat wil je nog meer op je kerstboom? En de pieken van afgelopen jaar, wat zijn die? Dat we blijven pieken. Het is de ene mijlpaal naar de andere, denk ik. En ik denk dat Dynamico altijd in beweging is, zoals we vaak ook zeggen. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk al geleid tot waar we nu staan. En de eerste piek die je in 2016 gaat verwachten, welke mag dat zijn voor het nieuwe jaar? De opening van het gezondheidscentrum in Rukven natuurlijk. En daarbij alles en alle partners erbij. En dat we hopen dat dat een succes mag gaan worden. Dat zal vast wel helemaal goed komen. Ik wens je alvast heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Ja.
Kleine tussenstand. Ja. En wat is de tussenstand? Op dit moment vind ik persoonlijk toch deze boom van de mensen hier voor ons het beste. Okay. Omdat ze voor mij heel veel eigen creativiteit gebruiken. De kleuren die matchen ook op zich heel goed bij elkaar. En ja, waar andere teams toch nog wel verbeteringspunten hebben, doen hun het op dat opzicht nu nog het beste. Nou, dat vind ik heel goed verwoord van jou. En wat is voor jou een beetje de winnaar al een beetje aan het worden? Eigenlijk dezelfde kerstboom, want ze gebruiken mooi de kleuren. Qua originaliteit is die best goed. En het logo zit er goed in. Kijk, dus die zijn ook op de goede weg. Ja. We moeten niet hard zeggen. Ronald, nou, hè, we zijn hier bij elkaar om leuke creatieve opdrachten te doen. We staan hier mooi in het licht. Ja. Hè, een van jullie, jullie specialisatie. Als je het hebt over licht, wil jij dat terug laten komen in het schilderij? We hadden gedacht dat wij de piek gaan invullen. De piek is dan het straalpunt zeg maar, van de boom. En dat straalpunt laten wij dan weer terugkomen in een stukje duurzaamheid. Een wereldbolletje, tenminste dat zou het voor moeten stellen. Waaruit dan weer de groenigheid van de nieuwe boom kan ontstaan. En daar iedereen licht van kan krijgen. Mooie gedachte. Dat is onze kerstgedachte. Ja. Als je dan gaat kijken naar het nieuwe jaar 2016, hebben jullie dan nog mooie dingen in het vooruitzicht? Ja, wij hebben hele mooie dingen in het vooruitzicht. Even los van de samenwerking met zorg in de regio. We zijn met een aantal zorginstellingen ook bezig in Nederland. Met een andere manier van denken over verlichting. Vooral voor dementie, Alzheimer. Maar ook gewoon gehandicaptenzorg. Om toch eens een keer na te denken van goed, hoe zouden we dat op een simpele manier beter kunnen krijgen. Maar dat loopt door tot in de paardensport. Dus PSC de Goudbergen, daar zijn we bezig. En zo nog op meer plaatsen in de paardensport. Maar we zijn ook bezig met een project in Noord-Afrika. Dus ja, wat dat betreft, we proberen het vrij ver door te voeren. Van alle markten thuis, als ik het zo hoor in het licht. Ja, op dit moment hebben we daar niet over te klagen. Nee, klopt. Hele mooie doelstellingen. Vooral ook richting het stukje zorg en de paardensport. Ik wil je vast heel veel succes wensen in het volgende jaar. En veel succes met schilderen. Dat hebben we wel nodig. Maar het gaat natuurlijk om het hart in het midden. Het warme hart. Het warme hart. En wat draagt u een warm hart toe? Ik werk bij Amarant, dus zorg, dienstverlening. Dus vandaar dat hart. Het zijn ook nog de kleuren van Amarant. Ik ga er nog een mooie witte A in tekenen. Dus onze mooie A. En dan is het helemaal Amarant. Dus hart met liefde. Of zorg met liefde. En hart voor de zaak. De zaak. Precies. Ja. Nou, succes. Ja. Even, hoe is het gegaan? Waar kijkt u op terug? Een hoop problemen met de verzekeringen, maar wel mensen die toch tevreden zijn. De klanten die dan uiteindelijk tevreden zijn. Ja, precies. En als je dan kijkt naar het nieuwe jaar, de problemen met de verzekering, gaan die verholpen worden, verwacht u? Absoluut niet. Moet alleen maar erger. En hoe probeer je daarop in te spelen? Daar worden nu nog allerlei scenario's op bedacht om de groeiende invloed van de verzekeringen een stop te kunnen geven. Maar ze hebben veel te veel macht. Het is een hele grote uitdaging lijkt mij. Laten we het daarop houden. Ja. En de lichtpunten voor het nieuwe jaar? Mensen weer helpen. Dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste streven en het mooiste streven wat er is, denk ik. Ongeacht wat de verzekeraars wensen. Dat is het leukste wat je kunt doen. Ik bedoel, mensen die terugkomen en heel triomfantelijk vertellen dat ze toch iets gehoord hebben waarvan de kinderen dachten dat die het niet hoorden. En dat vind ik leuk. Dat is genieten. Zonder te veel te verklappen, hè? Maar wat vind je van dit schilderij? Mooi. En wat vind je van de kleurtjes? Ook mooi. Zit er genoeg rood in? Ja. Kijk, dus het gaat de goede kant op? Ja. Mooi, dan moeten ze vooral zo doorgaan. Ja. Succes! We gaan toch natuurlijk, kerst altijd een beetje het idee om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Als we gaan terugkijken naar het afgelopen jaar, wat betekent dat dan voor u? Het afgelopen jaar was een mooi jaar. Het was een jaar van hard werken. Er gebeurt veel in de zorg. En iedereen die de zorg aan het veranderen is, die doet dat graag samen met patiënten. En wij zijn de organisatie die ervoor zorgt dat die patiënten mee kunnen doen. Dus het was een druk jaar voor ons. Heel druk inderdaad, maar ook heel veel veranderingen die op stapel staan en hebben gestaan. Als u dan gaat kijken naar het jaar 2016, wat zijn dan de speerpunten?
speerpunten voor 2016 zijn. En dan gebruik ik een woord wat de provincie Noord-Brabant graag gebruikt. Sociale veerkracht organiseren. Dat betekent dat je kijkt naar welke groepen mensen, bijvoorbeeld ouderen met dementie of jongeren die in de knel komen, een extra zetje in de rug nodig hebben. Nou, dan zijn wij van de partij om ervoor te zorgen dat ze ook dat zetje in de rug kunnen krijgen. En hoe gaan jullie dat zetje proberen te geven? Ja, dat is een hele goede vraag van hoe ga je dat dan doen. Ik denk als je kijkt naar wat Zorgbelang doet, wij doen het altijd samen met de mensen waar het om gaat. Dat betekent dat we heel goed luisteren, dat we met ze in gesprek zijn en dat we ervoor zorgen dat zij kunnen vertellen tegen overheden en tegen aanbieders en verzekeraars wat zij belangrijk vinden. Dus samen gaan we eraan uitkomen in 2016. Precies, en meteen een mooie kerstgedachte, samen. Zeer zeker, bedankt en heel veel succes. Okay. Dankjewel. Ja, Wilma, allereerst hartelijk dank voor de geweldige ontvangst hier met de Zorg in de Regio voor de kerstspecial. Het was de eerste keer voor jullie, denk ik, of niet? Ja, de eerste keer en we hebben het ook heel erg leuk gevonden. Ja. Dank dat jullie ons als locatie hebben gekozen. Ja. Nou ja, gekozen. De gasten die er allemaal waren, waren overweldigend. Die zeiden allemaal, goh, wat een prachtige locatie, want niet heel veel kennen Beum hier in Dorst. Die naam, die is nog niet zo bekend. Ik moet zeggen dat ze ons nog redelijk goed weten te vinden. We hebben heel veel aanloop overdag, maar in de weekenden zit het hier echt helemaal vol. Dus we doen het boven verwachting eigenlijk heel erg goed. Ja, dat had ik ook begrepen. Maar jullie zijn er maar kort bezig, want je praat over jullie. Ja, dat klopt. We zijn 1 juli begonnen. Hebben we de start gemaakt, moesten we elkaar leren kennen, moesten kijken hoe het allemaal ging natuurlijk. En in september zijn onze leerlingen gekomen. Wij werken met 8 leerlingen, heb ik jou verteld. En het zijn allemaal leerlingen met een lichtverstandelijke beperking. Afkomstig uit Idris, is een van onze merknamen van de Amarantgroep. Ja. Of een aantal leerlingen die thuis woont. Ja, want hier tegenover zit een echte drukke tante. Want buiten hier manager zijn van Beum. Wat onderdeel is van de Amarantgroep. Doe je nog meer, hè? Ja, dat klopt. Ik ben ook nog communicatieadviseur bij een onderdeel eigenlijk van de Amarantgroep, huisvesting en bedrijfsdiensten en Amarantgroep zelf. Ja. Maar even terug naar de locatie. De locatie was van Staatsbosbeheer. Klopt helemaal, ja. Dit was eigenlijk de voormalige schuur van de Staatsboswachter. Met het woonhuis aan de overkant hiervan. Het woonhuis hebben we als eerste eigenlijk helemaal opgeknapt. En dat verhuren was recreatiewoning. Ligt heel erg goed in de markt. Is eigenlijk elke keer wel verhuurd. En daarna zijn we met dit project begonnen. Vastgoed heeft het 3 jaar geleden gekocht. Heeft plannen ontwikkeld. Af en toe lag de bouw even stil omdat er met de vleermuizen hier zaten. Het zit natuurlijk midden in het bos. En na 3 jaar is dit prachtige pand gerealiseerd. Maar ook, want dan vergeet je, de moestuin. Ja, met een. Dat klopt inderdaad, dat mag ik niet vergeten. We hebben een prachtige tuin. Onze kruidentuin noemen we dat. Alle kruiden en de groentes die daarin zitten, die worden verbouwd door onze cliënten van de Amarantgroep. En wij gebruiken die in onze producten. Met hoeveel mensen werken hier dan zo? Als ik iedereen erbij tel, dus inclusief onze schoonmaak, dan kom ik hier wel op 36 mensen. Dat is inderdaad een zorg. Ja, ja, dat is zeker, maar wel heel erg leuk om te doen. Ja. Je bent nou maar net begonnen. De start is overweldigend geweest, zei je. Wat verwacht je van 2016? Nog beter jaar. Ja, mensen weten hun weg naar Beum te vinden. En ik verwacht dat het steeds beter gaat. Heel veel succes ermee. Dankjewel, hè. Nou, zoals jullie allemaal gezien hebben, zijn er 3 prachtige schilderijen gemaakt. Ik heb hier de jury van het kasteel heb ik hier bij me. Dat is de brandweerman, de directeur en de DJ. Ik begin met de DJ met het mooiste pak. Wat vind jij op dit moment, als jij moet kiezen, 1, 2 en 3? Die vind ik nummer 1, die. Welk? Ja, wacht, de middelste. Nee, de rechtse, waar het kasteel op staat. Oh ja, dat is van je baas, dat is van Ann. Ja, dat is 1, oké. Okay. Die, ja, qua originaliteit vind ik die nummer 2. En die nummer 3, want... 1, 2, 3. Ja, want die dikke klodders, die gaan sowieso uitlopen. Ja, dat is Grovianda. Ja, dikke klodders, ik zie die zakken uit. Ja, terecht. En dan de directeur van het stel. Ja, uiteindelijk moet jij het ook vertellen. Wat vind jij? Ik zeg, de middelste wordt nummer 1. de rechter, nummer 2. En dan zeg ik ook... Ja, deze wordt 3.
De klos is weer drie. Ja. Oké. Okay. Nou, de brandweerman. De brandweerman, dat is de belangrijkste. Die gaat echt de zaak redden. Hoe zie jij het, Janus? Met die knotters doe ik één. Oh. En met die kastel twee en die in het midden drie. Als ik het dan goed heb, jij zegt die één, twee het kasteel en dan weer die drie. Ja. Ja, dan is het volgens mij, als ik het goed gerekend heb, is kasteel één geworden. Dat is één. Dan ga ik die pakken, dat is deze. En die gaat, als ik dan even terugkijk hier, ik zie hier Rovianda terugkomen, creativiteit, Omroep Drimmelen, Amarant. Ik zie hier, waar zie ik Zidder, zie ik niet staan. Waar dan? Oh ja, sorry. Die Breda College, Dynamica op zijn kop, creativiteit, noemen ze dat. Culi, met een iPad, ik weet niet dat je doet. De notaris, ENL aanwezig natuurlijk met de documenten. Zidder zit erin, 2015. Hoorservice, Schram, zie ik ook terug. Ja, de kerstboom is wel heel leuk natuurlijk met die piek. Dan hebben we hier Dynamico, die zijn twee keer aanwezig hierop. Zorgeloos wonen met de kleuren, dat is Janneke heeft dat gedaan. Zidder. Hier zien we de paro zelfs terug van Avans. Ja, en het kasteel. Het kasteel. Gaat naar het kasteel toe. Anne van Dam. De kinderen hebben het gekozen. Jij hebt er ook aan meegewerkt. Dus je zit wel een bepaalde druk op van de kinderen nu. Ja, maar ik snap wel, want zij zijn kenners van kunst. Dus oh, okay. Dat zie je wel. Hè? Okay. Maar ik hoop dat hij op het kasteel straks bij de opening een hele mooie plek krijgt. Dat gaat zeker lukken. Okay, alsjeblieft. Dankjewel. Zet hem op.